Deze raadsvergadering is uitgeschreven met het oog op de beëdiging van burgemeester Korteland. Deze beëdiging zal verricht worden door de commissaris van de Koning van onze provincie Drenthe, mevrouw Jetta Kleinsma. Daarom heet ik u, mevrouw Kleinsma, van harte welkom in ons midden. Ik zal het koninklijk besluit dan ook aan u voorlezen. Wij, Willem-Alexander bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau enzovoorts, besluit van 7 juli 2022, houdende herbenoeming van burgemeesters, op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2022, gelet op artikel 61a, eerste lid van de gemeentewet, hebben goed gevonden en verstaan opnieuw te benoemen met ingang van 1 september 2022 tot burgemeester van de gemeente Meppel, de heer R.T.A. Korteland. Getekend onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Bruins Slot. En onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. En dat betekent dat tot de beëdiging kan worden overgegaan. En met het oog daarop zou ik graag het woord willen geven aan mevrouw Kleinsma. Richard, 6 jaar geleden werd jij uit 52 sollicitanten gekozen. Je was 37 lentes jong. En nu, 6 jaar later, ben je nog steeds de jongste burgemeester van Drenthe. Maar niet meer de minst ervaren burgemeester van Drenthe. Wat niet iedereen weet, dames en heren, is dat aan zo'n procedure tot herbenoeming echt een heel proces vooraf gaat. En ik moet u allen als leden van de gemeenteraad daarmee complimenteren. Want wat heeft u dat zorgvuldig gedaan? Echt oprecht. De leden van de vertrouwenscommissie voorop, maar de rest van de gemeenteraad eromheen, hebben ervoor gezorgd dat die hele procedure heel netjes is verlopen. Kijk, eigenlijk begint zo'n procedure al direct na de benoeming, want ieder jaar gaat die vertrouwenscommissie natuurlijk met de burgemeester in conclave om even te kijken of zaken wel gaan zoals oorspronkelijk afgesproken is. En of de burgemeester wel daadwerkelijk de goede burgemeester voor, in dit geval, de gemeente Meppel is. En na 6 jaar kan dat uitmonden in een besluit tot herbenoeming. En dat is precies wat hier gebeurd is. Gefeliciteerd daarmee, Richard. Echt goed. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Richard, burgemeester Korteland, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. 6 jaar geleden zocht Meppel een nieuwe burgemeester. En de voordracht was in de gemeenteraad op 26 mei 2016 de 37-jarige Richard Korteland uit het verre Papendrecht. Er circuleerden destijds foto's met en zonder baard. Maar beide konden niet verhullen dat we met een jonge bestuurder te maken hadden, die zich vol ambitie voor Meppel wilde inzetten. Ikzelf zat destijds in het college en wij maakten een kleine 14 dagen later kennis met Richard tijdens een etentje in Haarlemmermeer, omdat we allemaal toch op het VNG-congres waren. Het was een warme dag, net als nu, en als laatste deed ook onze nieuwbakker burgemeester zijn colbert uit. Iets wat we tijdens het raadsuitje van afgelopen zaterdag zelfs niet mochten meemaken. Inmiddels zijn we 6 jaar verder en heeft Richard zich ontwikkeld tot een door de wol geverfde bestuurder die weet wat hij wil en met verrassende ontspannenheid
de raadsvergaderingen leidt. En elk agendapunt wordt op een plechtstatige manier afgerond met inmiddels fameuze woorden: zomaar doen. Ik heb het nagelezen toen jouw komst in Meppel werd bekendgemaakt. En toen werd je bewierookt om je tact, strategische en verbindende kwaliteiten. En als iemand die in staat werd geacht om de sterke positie van Meppel in de regio verder uit te bouwen. Ga er maar aan staan. En omdat ik weet hoe vertrouwenscommissies werken, kan ik niet anders dan concluderen dat je ze niet teleurgesteld hebt. En dat is nogmaals een compliment waard. Beste Richard, ik kan me heel goed voorstellen dat je een tweede periode in Meppel ambieert. Het is een mooie en tegelijkertijd dynamische gemeente en zeker dat laatste past ontzettend goed bij jou. Ken jij Wim Sonneveld eigenlijk? Want hij is wel de jongste burgemeester. Je kent Wim Sonneveld, oké, okay, dan kan ik het op die manier inleiden. De gemeente die behoort tot Drenthe, maar om met wijlen Wim Sonneveld te spreken, die het lonken met de regio Zwolle niet kan laten. Maar in tegenstelling tot wat er dan in dat liedje volgt, komt daar op dit moment geen narigheid van. Sterker nog, in de afgelopen 2 jaar zeker hebben we als Drentse burgemeesters heel nadrukkelijk ook samen opgetrokken. En was je van harte een voorstander van de Drentse lijn om samen naar buiten te treden. Zeker in verband met de maatregelen die in verband met de pandemie nodig waren. En ik wil je graag danken voor de collegialiteit die wij toen ervaren hebben. En voor jouw bijdrage aan die discussies die eigenlijk altijd vooral doordrongen waren over de zorgen wat alles wat wij deden nu precies met de samenleving zou doen. Geachte aanwezigen. En natuurlijk commissaris van de Koning, voorzitter. De burgemeester is de voorzitter van ons college. Hij faciliteert, geeft richting aan collegevergaderingen, zodat we transparant en efficiënt opereren. Dat richting geven, dat doet hij op geheel eigen wijze. Die je moet gaan begrijpen en moet gaan voelen. Zo is de zin, beginnend met ik adviseer u, eigenlijk bijna een gebod. Ook de vraag zeker weten dient opgevat te worden als dit is zeer onverstandig en moet u echt niet gaan doen. Hoe de vraag echt zeker weten geïnterpreteerd moet gaan worden, hoef ik u denk ik niet uit te leggen. Voorzitter, graag richt ik me even direct tot de burgemeester. Richard, in het korte bestaan van dit college hebben wij je leren kennen als een stabiele, richtinggevende en efficiënte voorzitter. Maar daarnaast ook als een intelligent persoon die representatie gebruikt om zijn stabiliteit en kunde uit te stralen. Het is een plezier om met je te mogen samenwerken. En namens het college wensen wij je dan ook veel geluk toe met deze herbenoeming. En we hopen dat we nog lang van je mogen genieten in deze situatie. Dankjewel. Als we ergens uitdagingen aankunnen, dan is het hier in deze gemeente. En dat zeg ik op basis van vertrouwen. Want ik weet dat na 6 jaar samenwerken de Meppeler gemeenschap dat kan. We staan ook niet alleen. We hebben deze samenwerking, de afgelopen jaren is de samenwerking in Drenthe en in de regio Zwolle ook verstevigd. En daar moet dan ook in worden blijvend in worden geïnvesteerd. Trots zijn op wat je hebt, maar ook over de eigen grens heen kijken. En dan kunnen we opgaven op het gebied van bereikbaarheid, economie, energie, menselijk, nou ja, nog een hele hoop andere dingen, samen aan. De kracht van Meppel en de regio zouden we nog beter kunnen benutten. En ik kijk er naar uit, naar de mooie evenementen die Meppel rijk is, naar onze samenwerkingen in de regio Zwolle en in de provincie Drenthe, de initiatieven vanuit de gemeenschap en naar onze inventieve aanpak voor opgaven waar we voor staan. Met het Meppel dat ik... we de afgelopen jaren hebben gezien en ervaren, kan het niet anders zijn dat we een aantal prachtige en vruchtbare jaren tegemoet gaan met elkaar. Dank u wel.